De Grand Prix van Spanje, die zit erop en na een enorm spannend gevecht was het Lewis Hamilton die toch als winnaar over de streep kwam. Verstappen, die maakte echt een geweldige move op het begin, waardoor hij lang de leiding in de wedstrijd had. Maar goed, uiteindelijk toch door een slimme strategie was het uiteindelijk Mercedes die de winst pakte. Maar wat gebeurde er nou tijdens de pitstop van Verstappen? Nou, Christian Horner, die legt het even uit. Volgens Horner lag de pitcrew echter niet te slapen, maar had men de Limburger niet verwacht. We waren ons aan het klaarmaken voor de stop en toen zagen we Max ineens de pitstraat al inrijden, vertelt hij tegenover Sky Sports. Ja, dat zagen we niet aankomen, want we hadden hem zelf nog niet eens naar binnen geroepen. Max die besloot dus zelf de pits in te duiken. Nou, Max die kwam dus als tweede over de finish, maar wellicht had hij op het gebied van strategie misschien nog wat anders kunnen proberen als hij wat hulp had gehad van zijn teamgenoot Sergio Perez. Deze reed echter ergens in het middenveld, waardoor Verstappen het alleen moest doen. Na de start heb ik geprobeerd mijn race zo goed mogelijk te rijden, begint Verstappen tegenover Ziggo. Ook met de banden heb ik geprobeerd om er zo goed mogelijk naar om te kijken, maar op een of andere manier zijn wij langzamer dan de Mercedes'en en slijten onze banden ook nog meer. Dus dan houdt het een keer op. Uiteindelijk ben ik altijd alleen in het gevecht, dus zij kunnen daarom makkelijk nog een andere stop maken, omdat er toch een gat achterin zit. Dat helpt natuurlijk ook niet. Nou, op de vraag of Perez dan meer zou moeten doen, antwoord Verstappen, ja, dan kunnen ze in ieder geval niet die tweede stop maken en dan is het gewoon tot het einde wie de beste banden over heeft. Maar goed, het is zo. Sergio Perez die kon dus weinig betekenen voor Verstappen, de Mexicaan die kwam niet voorbij Ricciardo en daarop raakte hij verder achterop. Perez die erkent dan ook dat zijn inhaalactie eigenlijk te laat kwam. Helaas was het een beetje te laat, het was heel moeilijk om langzaam te komen. Het was een lastige stint omdat ik niet echt kon pushen tijdens de race. Ik beschadigde mijn banden heel erg doordat ik achter Ricciardo zat, dat heeft me zeker niet geholpen. Er waren wat problemen gisteren met me, maar vandaag ging alles prima. De Mexicaan zal ongetwijfeld verder onder druk komen te staan bij Red Bull, nu hij in strategisch opzicht niet heel veel kon betekenen voor het team. Perez, tandje erbij dus in Monaco. Bottas en de derde plaats, ja dat lijkt onderhand wel met elkaar vergroeid te zijn. Hij had tijdens de race nog best wel lang last van Leclerc, waardoor het gat uiteindelijk veel te groot werd. Nou, daarnaast had Bottas geen enkele kans meer ten opzichte van Hamilton en Verstappen en hij hield Hamilton zelfs nog een tijdje op. Vandaag kwam het neer op kleine details, met name bocht 3. De snelheid was niet slecht, maar er was weinig ruimte. We hebben veel werk te doen voor de volgende keer. Kort, maar krachtig, aldus Valtteri Bottas. En dat was hem dan, de Grand Prix van Spanje, race day hier op GP-fans. We gaan even iets nieuws doen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat voor cijfer je deze race zou geven. Je mag kiezen tussen de 1 en de 5. En schrijf er ook even bij waarom je dan dat cijfer geeft. Nou, ik ben ontzettend benieuwd. Zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe GP-fans nieuws hier op GP-fans. Tot morgen. Hoi.